Mijn Uber-driver die gaat als een malle. We doen ons best. Ik moet rennen straks en één stuk door. Ja, heel lang geslapen heb. Ja, we doen hem helemaal. Hey! Wat gezellig. Ja. Jongens, wij staan op de vierde etage. Dat is dus hier. Waarom hebben jullie de relen niet vast? Doe eens normaal. Dit doet me ook een beetje denken aan die Bassie en Adriaan wimpers op die caravan. Maar die dan na een feestje. Die wimpers die er helemaal zo... Ken jij dat niet? Goedemorgen, ik en mijn schoonheid spuist. We beginnen de dag. Hiro. Ik heb één afspraak, Hiro. En dan pas vanavond weer in het theater. En tussen die twee dingen moet ik best wel wat werk verzetten. Namelijk aan mijn theater zitten. En dan denken, hoezo moet je het heel vaak lezen dan? Nou, misschien wil ik wel een ander dingetje toevoegen. Maar dan moet je natuurlijk wel schrijven en rust voor vinden. Dus dat doen we thuis. Want hier zitten straks allemaal hele gezellige mensen. Fransie, Hebe Bjorn, Sydney. En ja, het leidt af, weet je wel. Natuurlijk hebben we daar de grootste afleider in de hoek. Ja, en daarom gaan we straks naar huis. En ik heb een paar wondjes aan de binnenkant van mijn mond. En het irriteert me mateloos. Ik heb van die nibbets gegeten. Zagen jullie het? Van die nibbets. En als je die nibbets op je tong legt, dan gaat zo je tong helemaal erin. En dan er gebeurt iets met als je een nibbet op je tong legt. En dan gaat een soort van vacuüm je lip. Alles gaat erin. Ik vond het wel grappig dat ze te kijken naar een serie. Ik denk, oh, een grappig systeem. En zo werkt het dus. Eindstand helemaal kapot. Helemaal kapot. Niet lijkt in festival kapot, maar in... Ja, nibbets is voor plezier en dit is niet de bedoeling, zou je denken. Mocht je nibbets in je kast hebben, ja, pas op. Wees voorzichtig. Hi, ik heb Frenkie. Hij wilde niet mee. Hij wilde niet mee, hè? Nou, nee. Kom maar binnen dan. Gaan we lekker wel even zonder hem. Nee! Oh, jeetje. Nou, it never gets old, hè? Die grap. Mama, mag ik met mijn step even? Tuurlijk! En mijn papa had ook nog gezegd dat ik ook nog een snoepje mag. Wie had dat gezegd? Papa. Hij zegt dat zijn vader het heeft. Oké, dat klinkt als een... Oké, pak je step. Hou je jas aan dan, je wilt toch steppen? Nee. Ja, maar je wilt buiten steppen, wil je toch? Dus dan moet je wel je jas aan laten. Hou je jas aan, je wilt toch steppen? Ja. Oh, toch, helemaal je enthousiasme. Nou, pak hem maar. Ik heb hem eens gegeven. Heb je al gegeten, vriend? Ja. Dan mag je het pakken. Ja? Kom maar. Step it away. Balanceren. Kom maar deze kant op. Kom maar. Draaien. Is nog wel, hè? Vaart wel zijn eigen koers. Ja, lekker bochtje. Kom maar. Harder. Oeh, snelheid hier. Hé, hey, één been. Struisvogel. Alrighty, vallen opstaan. Lekker wielbaar, nu nog. Heb je nou je broek verkeerd om aan, vriend? Ja? Oké. Okay. Je vaderkleedje één keer aan. Ja, draai maar om. Draai maar eens om. Mag ik je bib zien? Oh ja. Jij hebt verkeerd om, zag ik al lang. Zie ik namelijk dat die zak... Nee, dat wordt lastig wat je wil doen. Papa kleed je aan, je loopt meteen verscheurd. Niet alleen binnenste buiten, maar ook verkeerd om. Of gewoon alleen... Nee, als ze ook nog eens binnenste buiten was, Ellie, dan moet ik twijfelen aan mijn verloving. Kan ik je nog dromen raken. Ja, ik heb deze toch al, dus ja. Iets hey. Je kan... Nee. Hey. Slechte gedachten, Ellie. Ja. Nee, Frank, kom. Oh, joh, hey. Ik let even nu op. Kom, chop. Wanneer de avond valt, dan is het bijna altijd hetzelfde riedeltje. De jongen klaarmaken voor bed. En het meest onvoorspelbare tafereel, ritueel vindt dan altijd plaats. Ik kom de badkamer ingelopen. Iemand zit ergens op een plek waar ik geen idee van heb. Omdat het telkens maar weer een andere plek is. Frankie, ik weet het niet hoor. Ik ga maar even... Zit je in het toilet? Nee, want dat zou niet passen. Tenminste, met genoeg vaseline wel. Zit je dan hier, achter dit muurtje, hè? Nou, dit putje. Wordt spannend. Misschien als ik je druk, lukt het. Maar op eigen kracht niet. Waar zal die zijn? Waar zal die zijn? Waar zal die zijn? Ah! Oh my god! Oh! Vet goed verstopt! Oh my god, help me. Moet ik je helpen? Ja. Je bent er op eigen kracht gekomen. Pas nou op voor je gezicht. Rustig, kalm. Ja, oké. Okay. Hoe was je dag, jongens? Hoe was school? Fijn. Fijn?
Wat was er zo fijn dan? Dat ik ging met Martin en neef Lego spelen. Lego spelen, ja, dat is wel een dingetje. Mama, wie gaat me opbouwen voor school? Wanneer? Morgen? Vandaag. Nou, je bent al thuis, dus het is al gebeurd. Morgen. Zal ik even kijken in de agenda? Ja, nu. Pardon? Ja, nu. Ik heb de telefoon beneden. Maar ik denk, morgen is dinsdag. Jij omhoog? Nee, die overmorgen. Over. Dus ik denk morgen BCO. Right? Nee? Je gezicht zegt dat je dat... Oké. Komt goed. Ik ben morgen niet thuis, maar misschien papa haalt je wel op. Ik ga kijken. Ik weet het niet, schat. Zullen we ons bekommeren om de planning? Dan doe... Wat is dit nou? Ja. Lieve mensen, dit is gewoon letterlijk na de lunch zo doen. Waarom, Ricky? Mag ik het zelf schoonmaken ook? Zoek uit. Zit ze ineens in een taxi? Want, ja, top. Ze staat net eventjes een aircootje te blazen. Alsof ja, het nog vol zomer was. Nee, het is herfst geworden, dus dat hoeft niet meer. Hals over kop, mezelf klaargemaakt, gefixt. Want de top 3 voor beste online serie kwam in één keer ja, naar buiten. En ik zit erin, in de top 3 beste serie. Samen met de heren van Stuk en met Tim Hofman. En ik heb al eerder precies met die andere twee in de top 3 gezeten voor de categorie Het is zo spannend. Nou, niet in de top 3, dat was het toen een top 5 voor beste YouTuber. Toen won Tim. En een jaar erop zat ik weer in de running samen met Tim voor beste YouTube personality en toen won Tim. Dus het kan natuurlijk dat hij gewoon nu weer wint, hè? Want hij doet goede dingen. I love the program, boos echt. En jachtseizoen ga ik ook heel lekker op en alle dingen die ze doen. Maar ja, de shitty, kom op. De shitty mag ook. Maar wat ik zeg, de nominatie is een cadeautje. En daarom heb ik me ook vreselijk overdreven misschien aangekleed voor deze avond. Ik dacht, ja, het is een feestje. Wanneer doe je deze feestkleren nou aan? Veel te weinig in je leven. Dus de kans is heel groot dat ik straks een beetje overdressed bij de rest van de mensen zit. Maar ja, fuck it. Weet je? Beter overdressed dan downdressed. Zeggen mensen die overdressed zijn op een feestje. Dat je dan de laatste 10 eindigt, denk je van nou, bedankt, kijkertjes, shout-out naar de kijkertjes. En dan kom je bij de laatste 3 en dan, ja, ik kijk echt tegen deze kanalen op, wat zij maken. Dus dan voel je ook wel een beetje trots dat je daartussen mag staan, zeker. Leuk om in de aflevering met Bo aan tafel op de bank. Live. Op de bank is het, hè? Het was echt zo'n setting à la, ja. Het kon. Mijn kleding kon. Ik vond het niet overdressed, want de setting was heel Amerika, vond ik, weet je. Zo, dus bedankt. Bedankt voor zoveel loyaliteit en stemmen dat ik dus in de top 3 zit. Oh my god, hartverwarmend. Oké, hallo daar. Goedemorgen. Wat is er, schat? Oh, mijn outfit ligt daar. Ben je onder indruk van al die kleurtjes? Wat vind je dan? Hallo? Abby? Wat is? Ik dacht, het was een cadeautje voor mij. Oh, je dacht inpakpapier, my god. My goodness. Nee, niemand. We houden het gewoon bij het bovenlichaam. Ik ga me klaarmaken, want ik heb een werkripje naar Berlijn. Yes! En ik moet over een uur ingepakt, opgemaakt, gedoucht, ja, in Uber zitten. Dus, here we go. Goedemorgen, Frankie Dean. Als je mond leeg is, hoor ik graag wat de reden is dat je deze hier hebt. Daarom, eigenlijk moet het wel. Oké, want? Want de juf zei dat voor de huishoek een boekenwinkel. Dus ik ga een boek nemen, want dat moet. Want de juf had gevecht aan iedereen dat je een boek moet naar school meenemen. En dat boek houden zij of neem je het weer terug of gaan ze het verkopen? Wat is de bedoeling? Ze gaan het niet houden, ik ga het gewoon naar huis nemen. Eigenlijk wel zo. Ja, en dit kapsel heb jij aangevraagd? Jij wilde een kuif ook, hè? Ja, het is zo een kuif. Ja, dit is een beetje wel kuif en in het midden en zo. En ja. Kom niet helemaal lekker uit de verf? Nee, het is oké. Gelukkig groeit het.
De K, de E, C, I. Oh, je zit nu in de letters. Volgens mij is dit aan de O. De O, nee, de K. Ik wil wel dat je helemaal wel gaat eten, Frankie. Dit is de K? Oké. In jouw wereld, toppie. Ik ben een beetje misselijk, guys, want ik heb gisteravond gezien of eergisteren van oké, 9:30 gaat de vlucht. Ik denk ik woon dicht bij Schiphol, ga ik zo 7:15 de deur uit, ben ik een uur van tevoren. Nou was het heel erg druk op de weg en toen werd ik ondertussen gebeld door JJ, want ik ga met hem. En hij zegt, waar ben je? Ik zeg, nou ik ben nu hier, hoezo? Hij zegt, ja, het vliegtuig gaat al over nu 25 minuten. Ik zeg, hoe kan dat dan? Dus hij zegt, ja, verkeerde tijd doorgegeven, ook een briefing, maar beneden stond wel de goede tijd. Nou, je weet, ja. Ik kijk natuurlijk naar deze tijd, niet naar de tweede tijd. Waarom zou ik dat doen? Dus mijn Uber driver die gaat als een malle. Ik echt, we doen ons best. Ik moet rennen straks en één stuk door. Ze houden het vliegtuig tegen. Ik weet niet of dat kan, maar ze gaan letterlijk zeggen, we hebben nog iemand nodig aan boord. Wacht gewoon nog eventjes. Mijn hart gaat tekeer. Dit is echt weer niet relaxed maar worden. Oh, die drukte op die weg ook de hele tijd. Daar word je helemaal zenuwachtig van. Oh my god, dit wordt echt stressig voor mij. Oh my god. Jongens, de deur was open toen ik hier aankwam. Dus de freaking trap stond er nog bij. En ik mocht niet meer naar binnen. Houston, we have a problem. Nou, daar zit JJ in. Zonder mij. Beetje jammer dit. Oh, ik ben helemaal bezweet. Zo hard gerend. Nou ja, laat me zeggen, hard gerend. Ik heb gerend. Daar ben ik natuurlijk van. No conditie. No gym have I seen in a couple of months. Tenminste, wanneer ik train, doe ik nooit op conditie. Zou ik moeten doen voor dit soort dingen? Het is heel zuur, maar er stond gewoon een andere tijd op de briefing dan op de boardingpas. Dan zou je kunnen denken, kijk op de boardingpas, ja. Dat ga ik het vervolgens ook wel doen. Maar, Attention please. You are kindly requested to go to your gate at the designated time. Waar ben ik al? Please consult the information monitors, Schiphol.nl or the Schiphol app for your current flight status. Dit is de current flight status. Currently not on the plane. We kijken dan maar zo. In ieder geval vandaag wel een workout gedaan. Ik zweet tot in mijn knieholtes. Het is ongekend. Die Uber driver ook, die ging een partij tekeer op die weg. Hij zei, oké, hier is het druk. Dan pakken we hier eventjes een afslag. Doen we daar een U-turn. Hij ging echt. Misschien heeft hij wel een boete gepakt. Want zelfs een stukje vluchtstrook. En hij dacht, en hij zegt, nu moet je rennen. En ik rende. En ze ook bij de douane zagen ze dat ik helemaal in de stress was. Ik bonkte gewoon mijn bak met vloeistof van alles voor andere mensen. Maar ik dacht, ja, jullie moeten waarschijnlijk nog lang niet in de vliegtuig zitten. Dus laat mij maar even lekker ervoor. En toen nam ik in deze gang een soort van sprint. Maar het leek waarschijnlijk op, ja, iemand die net probeert te rennen. Voor het eerst in zijn leven. Ik kan jullie vertellen dat oude mensen met een pacemaker, dit is het laatste wat ze horen. Oh mijn god, je hart slaat toch op hol van dit. En doe even met een iets... Deze nummer is met ISA vluchtnummer 6162. We zijn nu gereed om te prima, oké, nummer A5. Oké, Alem. Dit boxje. Tandjes achter qua volume. Van het moment gebruik gemaakt om lekker uitgebreid te eten, serietje te kijken, een klein beetje hè, werk te doen. Kom ik net het toilet in en ik krab op mijn rug en ik haal bijna ja, het vel ervan af, want en daar gewoon echt gesproken. Ik heb niet gevoeld wanneer het gebeurd is. Dus wat doe je dan? Tip van mij, misschien weten andere mensen het ook, als je geen vuil bij je hebt, dan kan je gewoon met de voegen van de tegels, het duurt wel even, maar je kan in ieder geval even, inderdaad, ik ben dit aan het doen, ja. Het gaat even om dat scherpe randje. En de totale onevenheid natuurlijk. Ik zat nog wel even te denken, hè. Ik was net bij de vliegtuig. Toen ik hem miste, hè. Maar ik kwam aan, was de deur open en de trap stond er nog tegenaan. Toen vroeg ik aan het meisje, mag ik nog mee? En toen zei ze, ik ga even vragen, schiet ze de trap op? Vroeg ze, het kwam ze naar beneden. Toen zei ze nee. Toen dacht ik kon eigenlijk net zo goed achter je aanlopen. En toen kon het dan, had het wel gekund. Maar niet uit. We sluiten later aan bij de groep. Dat is niet erg. Ze noemen het fashionable late. Ik vind het ongemakkelijk. Pijn in mijn kost van het sprintje, maar weet je. We zitten er nu in. We waren nu fit op tijd. Oh, en ik vergat iets heel belangrijks te zeggen. Ik wil iedereen bedanken voor jullie steun en support. Top 3 jongens. Top 3 beste online serie. We gaan kijken wat de top 3 doet van het talent. Misschien zit ik er ook bij. Hoe dan ook, jullie hebben me hierin gekregen.
much love to you guys. Waarschijnlijk komt er nog een stem en dan ga ik weer dezelfde support vragen. Maar dat zien we dan. We zijn geland in het wat somberige Berlijn. Ik bedoel het weer hoor. Het is heel veel wolken. Je weet niet eens precies waar de zon is. Dus nou ja, zo dik is het pak. Maar het mag de pret niet drukken. Want ik heb net gehoord dat ik in de top 3 zit van de televisie Talent Award. Dus 2 keer in de top 3. OMG. Je vraagt je dan af, moet je dan 2 verschillende jurken aan? Dat je dan 2 verschillende plekken gaat zitten? Wat doe je dan? Weet je, outfit change. Ik heb geen idee. Misschien moet ik mijn haar van links naar rechts in 1 keer doen. En dan, totally een ander moment. Oh my god, ik ben helemaal excited. Zo wordt dit werktripje extra leuk, want ik ga rijden in de Kia Exceed. En mijn grote vriend, ja, kom me zo ophalen. Met nadruk op grote vriend. En volgens mij is de kleur van de auto helemaal matchy met mijn achternaam. Dus we gaan lekker. Volgens mij zie ik... Ja, ik zie hem. Ik zie hem. Hij is geel. Hij is smooth. Ja, jezus, hij maakt ook geluid. Daar is hij, mijn grote vriend. Onze grote kleine vriend. Yes, we zijn united. Nou, show me the goodies. Wat zie je er goed uit. Ah, bedankt. Ja, dan heb ik het over de schoenen vooral. Oh, oké, okay, tuurlijk. Ik dacht iets... Nou, het gaat lekker. Jij kan dit. De auto-expert. Hij krijgt niet eens de achterbank open. Oh, wat gênant. Oh, dit is echt... Ja, maar dit is... Hij hebt... Nee, hij is gewoon nog op slot. Veiligheid voorop. Oh gosh, lekker kleurtje dit, lekker kleurtje. Ja, ik zei dus matchen met mijn achternaam, maar dit is wel in de ochtend als je ja, okay, heel lang geslapen hebt. Ja? Ja, we doen hem helemaal. Hey! Oh, wat gezellig. Ja. Er staat nog geen park. Wat? Het is nieuw, het is even wennen, ik snap dat. Ik heb alle tijd joh, ik ben pas 4 uur te laat. Dus... Het is een vanzelfje. Je moest er helemaal niet aan zitten. Nee, gewoon, dit is gewoon voor de video natuurlijk. Precies, ja. Wow. Maar nou, jij past hierin. Mensen die alles kijken voor dingen, vinden dat echt lachen. Hahaha. Ha, ha. Nou, ga je nog wat doen? Nou. Of? Ja, kom, je hebt gelijk. Ik bel je. Het is wel echt zo. Ja, het is wel echt zo. Ik wil je wel te doen voor een vrouw. Bedankt, bedankt. En we zitten hier op... Hey Thijsie, hoe is het nou? Joep. Off we go, go. Te black dat jullie over relaties gaan praten. Oh ja. Dat, die moet je er sowieso in doen. Thijs, Thijs, wacht, heb je nog meer info waar we geen tyfus mee gaan doen? Nienke is nu namelijk aan het filmen. Jordi, ik praat even met mijn editor. Ik heb ook een goed, ik heb ook een hele goede band met editors, zoals jij dat ook hebt. Ja. Alleen ik neem hem dus nooit mee. Dus nee. Sorry Jordana, maar er zijn ook, ja. Voel je niet lullig. Zal je even oppoetsen. Oké, we zitten erin. Hoe is het met mijn moedervlek? Ja, top. Wat vind je van mijn moedervlek? Wat is dit opeens voor vraag? Wat vind je van mijn moedervlek? Heb je die net aangestipt of heb je Ik heb een buist wat blijkbaar gaat transformeren in een moedervlek. Nee, is dit echt? Ik weet het niet, maar nul dit... niet. Ik ben serieus. Maar dit was een puist? Het was, het is eigenlijk een, ja, je wilt het even goed zien, hè? Een vulkaan met heel veel pus kwam eruit en dit is het nu geworden. Dus ik denk gewoon Cindy Crawford. Dit is de wereld, zijn eigen kleur. Maar je hebt hem niet aangestipt met een... Nature op mijn wang. Met een pennetje of Zeker zo. Niet. Oh. Dit is gewoon bloed opgerold. Ik dacht, je hebt een Victoria Koblenko-tje gedaan. Iemand zei dat. Je lijkt op Victoria. Nou, ik vind geen vervelende opmerking. Nee. Victoria is echt bloedmooi. Ja. Dat hoofd, dat lijkt nooit ouder te worden. Nee. En ook perfect te blijven. Ja. Dus. We driving. Sportstand? Doe maar. Sportstandje hoor. Oh, oké. Ja. Hoofd in het comfortabel zachte steuntje. Ik wil heel eventjes shout-out voor deze kleding. Ja. Wist je dat hier... Doet me... Wat is er? Hier, dit zijn de speciale stiksels. Ik dacht er gewoon een honing, toch? Graat. Ja. Nee, maar dit zijn de speciale stiksels. Niet elke auto heeft die stiksels. Dus je hebt deze gelige kleur, die van buiten zelfs een beetje goud lijkt. En dan de special edition-achtige heeft ook die stiksels. Ik denk, legt een beetje in de... Goed zo. Ja, nee, ik denk, legt een beetje uit zoals je het ook kan begrijpen. Ja, precies. We zitten hoger. Het is een sportieve. Oké, okay, take it away. Ja, hoe heet je, hoe noem je dat? Een sportieve? Crossover. Lekker! Ah! Nou, voor jou is het sowieso fijn wat hoger zitten, want ja, je wilt toch overzicht houden. Ik heb het ook, vind het heel lekker. En dit is een echte familiewagen, vind ik. Met wel toch een beetje gas. Dus als je je man een beetje blij wil maken en je wil hem toch wat gunnen, in plaats van alleen maar gillende kinderen achterin, dan zou dit een Nee, maar die zijn sowieso verboden, mensen. Zodra mijn kinderen gaan gillen, dan maak ik hier zo'n scherm.
geluidsdicht scherm. En dan zo heel dik dat er ook gewoon, als je er met z'n hoofd tegenaan komt, dat ik helemaal niks hoor of merk. Dat was ik sowieso van plan. Maar jij. Oké. Ja, we staan in file. Oh. Hey. Wat is dat dan? Oh, dat is zo van pas op, andere mensen zijn hier ook. Dat is dat geluidje. Precies. Vet handig. Thijs' buik gaat weer dwars door zijn gezicht heen. Oh, Thijsie. Ja, die is alweer helemaal misselijk. Oh, Thijs is sowieso een beetje misselijk, want ik ging hem net een knuffel geven en toen viel er iets waardoor, nou ja, hij heeft niet gehuild, maar hij wou het wel, omdat wij erbij waren. Deed hij niet. We zijn er. Ja, we kunnen hier naar, gaan we door de glittergordijn? Really? Oeh, jongens, we zijn op de eerste locatie. Oeh. Oké, spannend. Zwaaien, lachen. Hi. Nee, oké. Hi, can we go in? Yeah. Candy? Well. Hoe snel was dit? What is going on? That Candy. Fast. Okay, that's and very the fast. The last one, actually. The last two one, thank you. Lekker, flesje cola. We gaan er doorheen, Ja, nice. Oeh, hey, I love deze artwork wel. Oh, wat een... Oké, boos olifantje, maar we're liking it. Dit is heel nice. We gaan heel snel omhoog rijden, moet Thijs snel ja, omhoog leuk. Rijden. Kan hij, ja, top. Kom op, chop chop met die beentjes. Dit is vieze valse lachje voor jou, Andrew. Hallo, jij roept hem de... Jij scheldt hem iedere keer uit met je tiran gedrag. Hoi. Ik hoor een kleine techno gaande. Dat is best wel bruut. Vreedadig. Loving it. Ja. Kijk. Ja hoor. Oh shit, oh. Ja. Oké, dikke bas. Oh, lekker dit. En dat op de dinsdagmiddag. Ja. Gewoon. Lekker. Goings. Is het nou live? Ik denk het wel. Ja? Live alles? We proosten. Leven. Mocktails, jongens. Dus dat betekent veiligheid voorop. Zonder alcohol. Maar we werken wel naar een hoogtepunt toe. Oh my god, we gaan los. Yes! Ik heb echt een moekenkont hier. Oké, we steppen away from the party eventjes. Om duiken in tape art, jongens. Als je houdt van streepjes, ga je hier vet lekker op. Oh my lord. Dit doet me ook een beetje denken aan die Bas en Adriaan wimpers op die caravan, maar die dan na een feestje. Die wimpers die er helemaal zo... Wah. Heb jij dat niet? Rare boy, want geloof me, mijn kijkertjes zullen precies hetzelfde denken als ik. Laten we het eens vragen aan de mensen. Wie dacht er, toen je net voor het eerst deze auto zag, dat dit, die witte dingen, de wimpers waren van de Basje en Adriaan? Caravan. En niet zo de wimpers, maar deed me denken aan de caravan. Niet dat ze hier second hand op zijn geplakt, maar gewoon, nou ja, ik ben benieuwd wat mijn kijkertjes... Even de comments weten. Ja, bonk maar. Bonk maar? Bonken, ze bonken altijd in de comments. Ik weet niet, bij jou doen ze anders. Ja, bonk het in de comments. Ik heb het wel eens gehoord, maar ik dacht niet dat je het zo bedoelt. Oké. Ik kijk natuurlijk wel alles. Entschuldigen, can I have a little tape? Nu die dicht is. Nu zie je wat ik bedoel. Nee. It's a perfect straight line. So nice. We're going to pass. Oké, so that's how it works. Hij wil wel dat we doen hoe het patroontje nu loopt. En ik denk dan waarom. Misschien wil ik wel een heel ander soort patroontje maken. Ik zeg altijd buiten de box denken, hè? Draw outside the lines. Now I got enough lines for this people's here. Ja, maar hij moet nu met het mesje dit doen, zo. En dan zo. En dan kunnen we het helemaal. En dan hebben we hier dynamiek veroorzaakt. Ja, ik heb echt het gevoel dat deze guy denkt, wat doen die twee randebielen? Ho, één randebiel. Jij daar. Glimmende bonk. Nou, hij deed net zo naar mij zo. En dan wees hij naar jou. Ja? Zo met zijn hoofd deed hij zo. Misschien komt het dat hij net een windje liet. Nee, hij deed zo. Deed hij dat? Ja, naar jou. Maar dan heeft hij pijn. Nee.
Nee, ik denk echt dat hij jou. Dat hij me haat? Oké. Okay. No, she's okay. Ja, she's okay. No, no problem. Je kan zeggen wat je wil, maar dit is gewoon, dit improved dit hele ding. Hier, zie je deze X? Hier wordt het interessant. Hier wordt het interessant. Dus. Maar wat ga jij doen? Jij gaat gewoon eventjes een heel nieuw patroontje bedenken in je eentje? Ja. Oké. Okay. De dominante lijn. De dominante lijn. De blauwe lijn in je leven. Nou, trek hem dan maar. Hij wil eigenlijk niet dat wij hier komen. Nee, dat wil hij niet. Hij wordt zenuwachtig. Je ziet echt, hij kijkt naar de groen, maar hij denkt niet in mijn kunstwerk gaan. Dit gaan ze niet doen. Dit gaan ze niet doen. Ze gaan het. Ze doen het. Oh, chips. Ze doen het wel. Tijd voor iets te eten. Ik vind wel verbazingwekkend dat er geen chiazaad op zit. Snap je? Thijs denkt ook, jezus, is dit het beste wat je kon. Heel de dag hoorde ik het. Hier, je zit allemaal te lachen. Dus uiteindelijk is het gewoon een klap van een grap. Golden Hour, jullie weten van mij, dat is het moment dat ik graag foto's maak of video's schieten. Want het doet gewoon heel veel voor je gezicht, dit licht. En niet alleen voor mij doet het veel. Bam, ook voor haar. Daar staat ze. Het is je meid. Ze is goud. Quantum Yellow noemen ze. We weten allemaal gewoon een goudbak. Ja, en jullie weten ook van mij dat ik van beauty shots hou. Want dat versterkt de situatie alleen maar met een lekker bietje eronder en alles. Dus ik zou zeggen, geniet van mijn beauty shots. Dus, zat genoeg. Anders is het weer te mooi. Nou, bedankt voor die mooie beauty shots, Nienke. Dat je dat zomaar hebt gedaan. Oh, jij doet een klapje? Ik doe een klapje. Wacht, voor je eigen content is dit? Ja, dit is voor mijn eigen content. Oké, net is oké. Ik wil alleen eventjes weten, waarom heet dit zo? Wat kan je hier kopen? Van die wip schommels in neukollen. Neukollen. Ook zo zielig hard lachen met z'n tweeën. Ja, toen we erachter kwamen. Kijk daar, Neukel. Nah. Nou, de groetjes uit Neukelen. Ja. Ik heb het zo te doen met die kleine pootjes. En die 80.000 traptreders die we moeten afgaan. Hoe heet dit? Wat is het? Jongens, we staan bij Gasometer. Dit is een oude gastankconstructie. Niet iedereen is op de hoogte dat dit een soort van toeristisch... ja, trekpleistertje is. Ik denk ook dat mensen een soort van in denial zijn van dit is vast niet echt om omhoog te gaan, want waarom zou je dat doen? Nou, wij gaan het wel doen. Leg day, all day. Ik ben niet tegen een industriële, beetje rauwe, ja, stijl. Maar is het allemaal gemaakt van kapotheid? Want dan vind ik het spannend. Jesus my Christus, hé. Of is het zo gemaakt voor, dit is gewoon zo, kijk, oh, mooi, oud gemaakt. Of is het echt oud? Ja. Wat lijkt op iets? Dit? Ja, dit lijkt op Nienke's gezicht zochtend, zonder make-up. Oh. Waarom moet jij zo hard lachen, Thijs? Ja, hou jij anders op. Voor wie werk jij? Oké, dacht ik al. The stairs are a little bit, they look like... They're quite rusty, I know. Quite rusty, that's the word, ja. Yeah. Je hebt helemaal zo'n strap, alles moet vast. Want als het naar beneden klettert en dan krijgt iemand op zijn hoofd, dan zit het vast in diegene zijn hoofd. Ik ben een beetje last van mijn buik te krijgen. Ja? Ja, dat snap ik. Nee, ik helemaal niet trouwens. Dit gaat nog goed. Ik krijg gewoon eerder een beetje verzuring in mijn bovenbeen. Jezus, hey, hoe hoog zijn we? Ja, op 2? You made it. Oh, this is it. Oh, the first step is here. Oké. Okay. Gaat iemand zuurstof toedienen aan JJ? Want het gaat niet helemaal goed. Hoeveel gaan we nog doen? Right, so we our aim is the fourth floor. Okay, why? Yeah. Because we have just half an hour. Alright, yes. How many people have been on these stairs? Because... Are the people big there that walked on it? Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Did they test it like in the beginning of the year? We're nearly at the end, eh? Yeah. That's true. Well, so we just talk about probability. Why would it be you? Super interessant verhaal. Raar dat ik bedoel dat ik 15 minuten heb gekeken en geen woord ervan heb verstaan en mee heb genomen. Ik heb gewoon een Black Magic. Ik deed dit af en toe knikken zo. Ja. Dan lijkt, maar toen merkte ik hoe meer ik knikte, hoe langer het verhaal werd. Dus ik ben gestopt met bewegen van mijn hoofd. Ik ben blij dat het klaar is. Nou, we gaan omhoog. Oh jeetje. Ik had dus nooit hoogtevrees, totdat ik ineens 3 keer moest bungee jumpen en 6 keer uit een vliegtuig moest springen. Zit je nou op te scheppen of je tijd in het leger? De keren dat ik bij de Navy Seal zat. Ik zal even bikkelen. Ja, ik weet wat jij daar was. Dekmatroos. Ken je hem?
dekmatroos. Met je kadetten hier ook. Oh jeetje, we gaan. Oh, je gaat dit filmen nu. Oh, JJ gaat slecht hier. Hij gaat slecht hier. Het is fucking hoog, jongens. Oh. Zoals ik vind het best wel spannend nu. Je moet niet denken dat alles zo roestig is. De roest is bijna niet te voelen. Kijk, dat is dus een beetje het ding. Het moet toch een keer verkeerd gaan? Nou, hou alsjeblieft je kanus, man. En ik snap dat bijvoorbeeld onze lieve God denkt, nou, laat de Jane een keer zijn. Nee, oké. Okay. Ja, ben ik heel eerlijk in. Oh, wat is dit hoog. Oh, lekker dakterrasje daar. Daar nog lang niet. Nee, nog lang niet? Kijk, 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 kijk. Ja, je moet ook... Hè? Ik wil niet naar het gebladerde gebeuren kijken van die trap, jongen. We zijn bijna net zo hoog als die... Oh my god, ik krijg in één keer wel een beetje de kriebels. Jongens, wij staan op de vierde etage. Dat is dus hier. En er staan gewoon daar mensen. Hoezo? Waarom hebben jullie de railing niet vast? Doe eens normaal. Dit is toch doodeng? Ze kijken ook nog naar beneden. Oh, mijn maag. Kijk hoe hoog we zijn. Oh, Jezus. Kijk deze gozer is even slecht gaan. Ja. Dit heeft nog nooit gehad. Ik zweer het, dit kan niet in jouw video komen. Dit kan zeker wel in mijn video komen. Kijk hoe wit mijn knokkels zijn. Ik hou het ook fucking hard vast. Dit is alsof ik weer ga bungee jumpen. Nou, maar daar zat je nog vast. Daar zit tenminste nog vast aan iets. Kappen. Ja. Jij hebt een kaartje kwijtgeraakt en ik moet nu de shit oplopen. Ja, in het Duits ook. Hallo. Nee, dit is wel een ding. Alles moet in Duits, daar gaan we. Here we go. Ja. Goedendag. Entschuldigung, mijn kale vriend. Hij heeft het kaartje kwijtgemaakt. Je brengt het redelijk overtuigend. Ja, maar wat is dit nou? Met Jay, je bent het echt kwijt. Ja, zo. Oplossen. Ja, maar jij wou ook rijden. Doe dan! Druk gewoon nog een keer op dat ding, joh. Alsjeblieft. Please. Ja, dit is echt mega kut. Nicht op... Hier, recht, links onderin. Daar op de... Ja, die. Druk daar toch wat op. Dat is niet indrukbaar. Jay, nee, maar je hebt... Gewoon, ja, nee. Wil je dat kaartje gewoon geven? Met ik zweer dat ik hem niet heb. Maar wat gaan we doen nu? Ah, er komt iemand uit. Is dit de meneer van de... Hi. Nee. He lost the tickets. Duits. He lost the tickets, but we are here on a press trip and this he lost it and now Jay. Oh wow. Oh. Thank you so much. Vielen Dank. Vielen Dank. Leuk, Colin. Nou, daar gaan we hoor. Klap jij hem omhoog? Nienke saves the day. Mooi, oh, twee handen aan het stuur. Ja. Ja. Ik vind het nu al een moeilijk uit. Dit wacht. Pas op. Pas op. Nee. Waar moeten we heen? Waar is het? Links. Het is een beetje donker. Vind je dat erg? Nee, ik ben een beetje nachtblind. Maar dus... Ben je echt nachtblind? Ja, ik heb één oog. Er zit een litteken in. En daardoor heb ik dus maar 40% zicht. Nee. Oog. Ja. Ah, nu weet ik hoe jij op wrestling bent gevallen. Ja, je gaat me de hele tijd zo filmen. Wat een boeiende chill. Dus, het voelt lekker in de handpalm het stuur. De pedalen passen perfect onder mijn maatje 38. En ja, de rem doet het ook. Al met al, topwagen. Wow, zeg je dat? Wat gebeurde er? Ja, iemand ging even manoeuvreren. Maar ik zie hoe relaxed ik blijf. Zie je Zweeds nou? Nee, dat bedoel ik. Complete relaxedheid. Ja. Dank je. Lieve mensen, deze hotelkamer is best wel, ja, goals. Het heeft een hangmat. Nooit denk je eraan om dat thuis te installeren, maar wanneer het hier hangt denk je, waarom heb ik dat niet? Nou ja, in ieder geval. Een badkamer / partly sleep, partly badkamer. En hier zo'n inloopdouche. Toch? Ja, oké. Dan zit het in één keer. Grapje, sauna en ook nog een... Nou ja, snap je? Mooi, mooi, mooi is het. Het is oké. Het is heel industrieel. Voor thuis niet mijn stijl, maar voor zo'n nachtje, ik vind dit wel, dit vind je wel leuk. Dit is wel gezellig, dit stijltje is wel, hier word je enthousiast van. Ja, dus, het diner wacht op ons, mij. Ik weet niet of JJ ook al die kant op is. En ik heb voor het eerst gedacht in mijn leven aan, misschien leuk dat je dan een andere outfit aandoet. Ja, dus, ik vind het best wel clever van mezelf. Ik ga een hakje aan doen. Ja,
Ga het gewoon doen. Jeetje, doe niet zo alsof je dorst hebt. Je was zo lang werk aan het doen, hè? Nee, en naar zichzelf blijven kijken. Nee, wow. Ik vind het gewoon leuk. Laat maar even een vlog. Oké, vlog dan. Ik maak geen vlogs. Beter spoel je mond. Wat maak jij dan? Ik ben wel de stoppen. Kunst. Shitties. Oh, natuurlijk de shitties. Ja, ik zeg thuis altijd. Mama, ben je een shitty aan het kijken? Ik zeg, mama, wat ben je aan het doen? Ja, ik zit weer een shitty te kijken. Ik zo, maar geen shit kijken. Dat is een vlog een shitties noemen. Want dat is gewoon een verkapt woord voor vloggen. En ze houdt jullie allemaal voor de gek, man. Ik ken niemand, hoor. En ze doet de hele tijd alsof er geen vlog zijn. Maar uiteindelijk heeft ze toch een vlogcamera aan de hand. Waardoor het een vlog wordt. Het is een videolog. Dus het is vlog en dat zijn de shit noemen. Prima. Maar jullie trappen er allemaal in. En mijn moeder is ook zo gek. Die kijkt het ook. En dan gaan mijn zusje erbij zitten. Oh, leuk. Nieuwe shit, die gaan we met z'n allen kijken. Ik zo, met z'n allen. Ik ben daar niet bij, want het is namelijk een vlog. En niet een shit. En als jullie het een vlog thuis gaan noemen, dan ga ik misschien een keertje meekijken. Maar jullie trappen allemaal in het rare marketing trucje van Nienke. Marketing trucje? Ja. Ja, ik weet jou. Ik ken jou. Je wil zeggen, ik ken jouw soort en ik weet wat je doet. Maar het ging helemaal mis. Net iets te veel wijn op. Cheers! JJ heeft zich om laten praten tot een rondje op mijn pumps. Liever, take it away. Zullen vragen zijn waarom had JJ jouw pumps aan? En nee, dat gaan we niet vertellen. Heb je dat uitgezonden? Dat gaat, ja, tuurlijk. Wat denk jij? Niet. Waarom niet? Heb je wel eens over nagedacht dat zoiets carrièreverwoestend zou kunnen zijn? Oké, nogmaals, er was niet eens een verloren weddenschap. Ik zei alleen, jij gaat aan het einde van de avond dit doen. En ik kreeg dit. Is goed. Dus super gewillig. Super, een droom die uitkomt, dus... Jij maakt hier echt weer je hele eigen verhaal van, hè? Wat ik wel even wil aanstippen, is het volgende. We bestellen dumplings en we krijgen dit. Naar mijn idee is dit een soort van geupgraded bao pao. Dit zijn geen dumplings, toch? Oh ja, en als jullie het trouwens iets afvragen... Thijs is nog vrijgezel. Thijs is vrijgezel. Zijn er vrouwen die hem leuk vinden? Dan kan je gewoon heel even... We zetten ze Insta in de omschrijving. Ja, en anders kun je gewoon op een van onze Insta's kijken. Dan vind je Thijs ook wel ertussen. Thijs Asman met A-H-S. H-A... Wacht, moet ik eens spellen? Nee, je hebt een hele moeilijke achternaam. A-S-H-M-A-N-N. Heel leuk. Ja. Zie je, ik regel het wel voor je. Vrouwen, ga lekker naar Thijs toe. Geloof me, die is veel liever voor je dan ik. Gadverdamme, er schoot echt zo'n stuk snot van de ene naar de andere plek in je huis. Ramsaap dat je er bent. Oké, okay, neem het terug wat ik zei over die pauw. Ik heb net op Google gezien dat de dumplings uit Vietnam wel zo eruit zien. Dus. Ben je wat geleerd? Nee, niemand wil horen wat jij zegt. Parking. Oké, oeh, en alle cadeautjes van Frankie. Oh my god. Ja, maar nog steeds niet geven van alles. Nee. Per geschoten doelpunt. Zou ik het ook zien? Ja, dat... We doen een hapje. Gezellig. Is het koud? Waarom geef je het vlees? Druk je nou een stuk vlees tegen mijn mond aan? Oh my god, I touched meat. Ik weet het, af en toe doe ik een visje eten en soms cheat ik met bloedworst. Maar je drukt gewoon... Ja, oké. Okay. Kunt u nagaan dat hij gewoon een flexitariër drukt die draaitjesvlees tegen de lip aan? Best wel apart. Ja, koud. Is het koud? Ja, het is echt koud. Oké, okay, ja, jammer. Ik wou zeggen, we gaan lekker eten daar. We gaan het koud eten. Ja. Res, loop ik al de hele zo met deze pandenogen? Nee, ik denk dat weet ik niet.
waar is het menselijk contact? Oh mijn god. Nothing beats home. Lekker, weer thuis. Man alleen, want kind slaapt bij oma Jet. En ja, vol aan de beuk weer. Er is één ding wat nog even besproken moet worden. Dat is dat er een afscheid komt. Resten komt een afscheid. Het is heel emotioneel misschien wel. Maar je moet soms verder en door. De oude Shiri-stijl. De oude Shiri-stijl. Jongens, de leader is straks niet meer. De roze gevoel. Dat. Jullie kennen hem. Het is straks weg. En we kunnen een traantje pinken. Maar we kunnen ook kijken naar de toekomst. Want ja, er moet natuurlijk ooit voor in de plaats komen. En dat komt ook. Dus, ik zou zeggen, geniet nog maar een laatste keer van deze knoepert, topper van een leader. In elkaar gezet, huistuin en keukenstijl. Maar dat is niet erg. Daar begon het allemaal. Gewoon in de simpelheid. Neem het op. Here it comes, the last time. Emotioneel wel. There you go.